Ja, het ging lekker. Het was wel zwaar. Het waaide niet hard, maar de wind die er stond en volgens mij ook wat stroming tegen. Dus ja, gemakkelijk was het zeker niet. En dan de laatste 7 kilometer vanaf het bruggetje, dat is nog wel een taaie. Dan heb je eigenlijk wat eten en drinken nodig. Nou, ja, je hebt natuurlijk wel wat drinken bij je, maar ja, geen bouillonnetjes, geen pannenkoeken, geen pasta's. Die mis je dan wel. Maar het was een mooie etappe. Ja, ik wist niet wat er achter me gebeurde. Ik zag alleen Siri in de verte. En ik wist dat ik die goed in zicht moest houden. Want ik had op haar 2 minuten vandaag. Ik denk, als ik er in zicht hou op deze manier, dan pak ik in elk geval de dagetappe. Dat was mijn missie en die is geslaagd.